Ja. Nee. Dus die meisjes die geven water. Ja. Aangezien we straks een nieuwe stal willen bouwen, zijn we nu een jaar rond zo'n beetje aan het testen van wat het beste is voor de biggen, wat de beste hokvorm is en hoe we het beste met de dieren om kunnen gaan. Wij zijn deelnemer, een van de 13 deelnemers in het Wroetvarkenconcept. Dat is een concept waarin zowel de subfokker, wij zijn een subfokker, wij maken de dieren voor een vermeerderaar en een vermeerderaar die fokt de dieren voor de mester. Die zeugen worden gefokt, met name op vleeskwaliteit, op rust en dat ze ook goed vrij los kunnen lopen bij elkaar in het hok. Wij proberen zo goed mogelijk voor de dieren te zijn, maar ik denk dat elke boer dat zal doen. Wij kiezen alleen voor een ander systeem. We zijn hier vandaag boompjes aan het planten voor de biodiversiteit, zodat de vogels daar voedsel en nestgelegenheden in kunnen vinden. En volgend jaar dan hopen we dat daar wat aanslaat. En de natuur helpt nog een handje mee. Maar het is lekker nat, hè? Dat gaat zeker wel goed komen, denk ik. Ja. We hebben ons de laatste tijd heel erg verdiept in verschillende concepten. En, ja, het Wroetvarkenconcept was een plan wat heel goed bij ons idee aansloot. En aangezien onze zoon het bedrijf ook over wil nemen en die ook in die richting denkt, hebben we gezegd van, dat het voor ons wel een leuke keer was om in te werken. Ja. We testen met verschillende soorten strooisel, met verschillende roosters, maar ook met verschillende soorten verwarmingen en ventilatiesystemen, zodat we straks het ideale hok hebben wanneer we nieuw bouwen. Ja. We hebben hier camera's erbij hangen. En die camera's registreren dag en nacht hoe de dieren liggen, hoe ze zich gedragen, hoe ze lopen, hoe ze eten. En aan de hand daarvan, van die beelden, bekijken wij hoe het gedrag van de dieren is en welk hok het beste werkt. Ja, het is een behoorlijke investering. Daarom is het ook dat we die stal testen. En als we straks die stal bouwen, want dat gaat met enkele tonnen gemoeid, dan is het wel belangrijk dat je de goede stal bouwt. Ja. Biodiversiteit, wat houdt dat er ongeveer in? Nou, dan moet je denken aan insecten, vogels die weer insecten eten en allerlei plantensoorten die insecten weer voedsel geven, zeg maar, en voor de bestuiving zorgen. En vlinders, dat is heel actueel op het ogenblik om daar een klein beetje weer een kentering in te brengen, zodat er weer een klein beetje herstel komt van de biodiversiteit. Ja. En zeg, hoe komt het nou dat Natuur en Milieu Overijssel hierin betrokken is? Dit is een project met vroedvarkens van meneer Tijink. En dan hebben ze ook op zich genomen om iets te doen aan de biodiversiteit.